Dag jongens en meisjes. Vandaag hebben wij een super gaaf McDonald's restaurant. Met een Happy Meal, Franse frietjes, pannenkoekjes. Gaan jullie kijken hoe we dit gaan uitpakken? Kom snel kijken. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we weer iets heel gaafs. Namelijk een speelgoedkassa van de McDonald's. En dat is niet alles. In deze tas zitten allemaal lekkere dingetjes. Allemaal lekkere speelgoeddingetjes van McDonald's. Zoals hamburgers, Franse frietjes. Zullen we snel gaan kijken wat er allemaal in zit? Kom, gaan we de tas en de kassa openmaken. Zo, laten we even met de tas gaan beginnen. Happy Meal staat erop. Ik heb dit op Marktplaats gevonden. En ik was zo blij dat ik dit tegenkwam. En ik wil het heel graag met jullie gaan uitpakken. Laten we eens even kijken wat er allemaal in zit. Een hele tas vol. Zo. Hier zit zo ongelooflijk veel in. Moeten jullie eens even kijken. Wow, hé. Zo. De tas is leeg. Die zetten we even daar neer. De hamburgertjes, laten we die eens even op elkaar gaan leggen. Eens even kijken, hier hebben we een broodje. Hamburger, plaatje sla, broodje erop. Zo. Hier nog een. En een lekker pakje kaas, cheeseburger. Zo. En dan hier nog eentje. Hamburger, tomaat en augurk. Zo. Hier leg even de hamburger en cheeseburgers neer. Dan hebben we nog kipnuggets. Ah, daar zitten ook kipnuggets in. Misschien heb je dat wel eens gegeten. Dan hebben we hier een beker drinken van McDonald's. En dit, ja, dit is een apple pie. Zo'n lekker appeltaartje. Die doen we even hier in dit doosje. Zo. Oké. Zetten we even hier neer. Dan hebben we hier lekkere chocolate chip cookies. Koekjes met stukjes chocola. Die doen we hier even in. Zo. Kijk eens even. En de zakjes voor Franse frietjes. Ja, kijk eens even. Dat is één. Wie je nog Franse frietjes in het zakje? Dat is twee. Wat leuk hè, en het lijkt ook net echt jongens en meisjes. Het lijkt al alsof ik zo in de McDonald's werk. Oh, kijk even. Dan hebben we hier al een lekkere salade. Die doen we hier zo in. Dekseltje erop. Hé, hey, wat leuk zeg. Kijk nou toch. Een flesje melk. En hebben we alles uitgepakt, jongens en meisjes. Kijk eens even hoe lekker dit eruit ziet. Alsof we in de echte McDonald's zijn. Maar dit is natuurlijk speelgoed, hè? Dat weten jullie wel. Hier de pannenkoekjes nog. Wauw. Nou, zullen we eens even naar de kassa gaan kijken? Kom, gaan we die eens openmaken. Zo, laten we eerst de la eens even open doen. Kijk eens even, wat zit daarin? Een pasje van de McDonald's. Hé, hey, wat leuk zeg. Daar kan je dan bijvoorbeeld mee betalen. Kijk eens even. Zie je dat? Haal je hem hier langs en dan betaal je. Maar je kan natuurlijk ook met centjes betalen van de McDonald's. Kijk, die hebben we hier. Wow, kijk eens even. 5, 5, 1, nog 1. Dus dat is 12 centjes. Hé, hey, dat is leuk. En hier hebben we allemaal muntjes. Nou, die gaan we straks openmaken. Maar ik wil je nu laten zien wat hier allemaal op staat. French fries, dat betekent Franse frietjes. Drink. Drink, dat is drinken. Cheeseburger. Cheeseburger, dat is kaas.
kaasburger. Apple pie. Apple pie, dat weet je misschien wel. Dat is appeltaart. Hamburger. Hamburger, dat is hamburger. Happy meal. Happy meal, nou dat heb je misschien wel eens gehad van je papa of mama. Sunday. Sunday, dat betekent niet zondag, maar dat zijn lekkere ijsjes. Chicken McNuggets. Dat zijn kipnuggets, dat heb je misschien ook wel eens gehad. Nou, en dan kan je dit dus allemaal intoetsen en weet je precies wat er is. En dan kan je hier bijvoorbeeld de centjes invullen. 7 euro bijvoorbeeld. Hier kan je het weghalen. Of 2 keer 3 euro is 6 euro. Nou, en zo kan je dus gewoon McDonald'sje spelen. Heel leuk, hè? Dus jongens en meisjes, laten we eens even gaan spelen alsof wij vandaag bij de McDonald's wat lekkers gaan kopen. Nou, waar zouden we zin in hebben? Ik wil beginnen met een hamburgertje. Dat is altijd wel lekker. Die zetten we even hier neer. Ik wil lekker wat drinken. Doe mij maar een Fanta. Zo, die zetten we hier neer. Ik wil daar eigenlijk ook wel lekkere Franse frietjes bij. Zo. En ik ben ook gek op pannenkoekjes. Die doe ik er ook bij. Ja, en toch ook wel eigenlijk de koekjes. Die vind ik ook heel lekker. Nou. En het appeltaartje. Ja, appeltaartje doen we ook. Zo. Laten we dit eens even gaan betalen. Dus wat gaan we indrukken? We beginnen met de Franse frietjes. Oh, doen we eerst even op 0. Zo. De Franse frietjes. French fries. French fries. Dat is 1. De hamburger. 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 Koekjes. Hé, die staan er niet op. Maar dat doen we 2 euro. Zo. Dan lekker wat drinken. Drink. Maar de pannenkoekjes staan er niet op. Dan doen we 3 euro. Zo, dat is 5 euro bij elkaar. En dan nog de appeltaart. Apple pie. Apple pie. Nou, dat is bij elkaar dan nog 7 euro. Is 12 euro in totaal. Dan moet ik natuurlijk nog even centjes pakken. Pak niet de kaart, maar de briefjes. Want volgens mij heb ik precies genoeg. 5 plus 5 is 10 plus 2 is 12. En kijk eens, dat staat hier ook 12. Dus dan kan ik zo betalen. Alsjeblieft, zeg ik tegen de meneer of mevrouw van de McDonald's. En dat gaat dan in de la. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wil u nou een berichtje ontvangen als er weer een nieuwe video is? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje hier beneden. En dan krijgt u gratis, automatisch een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!